Welkom bij Globus, de quiz over moeilijke moedersvragen met vandaag de reisspecial. Met uw host, Daan Werner, jurylid JP van Eersel en Sexy Wouter. En hier zijn onze deelnemers. En we beginnen met onze eerste deelnemer, Sherelle. Vertel wat over jezelf. Hi, ik ben Sherelle, oftewel Flippo. Ik kom uit Tetteleur. Ik hou van kookstoten. Ah, dat is mooi. Dan weten we wat meer over jou. En Lisa, wat... Ewa, hallo. Ik ben Lisa, ik kom uit van Parijs. Ik lach heel erg veel, maar zeker niet wat ik krijg. En dan, ons laatste, maar niet liefste deelnemer, Dana. Vertel wat over jezelf. Ik ben Dana en ik kom uit Zandam. En ik hou van Sambabai. Sambabai. Nou, fijn dat we de deelnemers ook een beetje beter kennen nu. Mooie hobby's allemaal. Nu gaan we verder naar de vragen. Vraag 1. Welk feest vieren we op de komende moedersreis? Is dat antwoord A, Cinco de Mayo? Is dat antwoord B, Bevrijdingsdag? Of is het antwoord C, Koninginnedag? Sherelle, wat denk jij dat het goede antwoord is? Ja, ik neig heel erg naar Koninginnedag, maar ik vind Cinco de Mayo wel leuk klinken, dus ik ga voor A. Oké. En Lisa, wat is jouw antwoord? C. C? Oké. En Dana? Ik weet wel zeker dat Koninginnedag is. Oké. Nou, dan gaan we nu naar de uitslag. En het goede antwoord is A. Yeah. Nou, mooi. Vraag 2. Welke Italiaanse delicatesse werd veelvoudig geschild tijdens de reis in Venetië? Vorig jaar de meerdaagse excursie. Is dat A, de mooie schoenen van Scapino? Is dat B, pancetta? Pancetta! Is dat C, poppa di papi? En wat denken jullie dat het goede antwoord is, Dana? Antwoord C. Lisa, wat denk je? Poppa di papi C. En Sherelle? B. Pancetta! En het goede antwoord is... Pancetta! Het is alweer tijd voor een pauze naar deze hete strijd. Het is tijd voor de reclame. Oh schat, wat staan we toch lekker in de douche. Ja, onze douchervaring is zoveel beter geworden sinds we L'Oreal gebruiken. Toch schat? Ja. L'Oreal, dat jullie het waard. Welkom terug allemaal. We gaan weer verder met de show en we zijn alweer bij vraag 3 beland. Deze vraag luidt, wie organiseren dit jaar de buitenlandse reis? Is het antwoord A, Daan, Wouter, Lisa, Ferry, Dana en Sherelle? Is het B, het kabinet? Is het C, de E-team? En we gaan door naar de deelnemers. Wat is het goede antwoord? Lisa. Beetbroos. Antwoord A. Antwoord A. En Sherelle, wat denk jij ervan? Mijn favoriete show is de E-team, dus C. En het goede antwoord is natuurlijk antwoord A. Daan, Wouter, Lisa, Ferry, Dana en Sherelle. Ja, gaan winnen. Dat is helemaal correct. Wauw. De volgende vraag is wel wat spannender. Voor wie moeten we oppassen tijdens de buitenlandse reis van de komende buitenlandse reis? Is dat antwoord A, ebola? Is dat antwoord B, IS-strijders? Of is dat antwoord C, de Russen? En wat is het juiste antwoord, Dana? Ja, ik denk toch ebola. Ebola is die shit. En ja. Lisa? Nee. Russen. Russen? Russen. En Chanel? Ja, Russen. Nou, dan gaan we het maar even bekendmaken. Het juiste antwoord is natuurlijk de Russen, antwoord C. Nu de laatste vraag, de vraag die deze quiz gaat beslissen. Wie is de winnaar van de mooie reisbestemmingen van dit jaar? Nou, komt u dan. Hoeveel kilometer gaan we vliegen vanuit Eindhoven? Is dat antwoord A, 1739 kilometer? Is dat antwoord B, 1348 kilometer? Of is dat antwoord C,
719 kilometer. Eindhoven is de gekste. Nou, Jerelle, prinses? Antwoord B. Antwoord B, ja. 1348, oké. Okay. Lisa? Sisestos! Nee, mm-hmm. Het is toch A. Het is toch A? Nou, dan komen we nu ook gelijk achter bij dit antwoord. Wie het heeft gewonnen? Het antwoord op vraag 5 is antwoord B. Nee. En de winnares is met ongeveer 4 punten... Jerelle Prinses Flippo! Dat is! En dan gaan we nu naar de prijzen. We staan hier met onze winnares. Ze mag zo meteen uit 5 deuren kiezen. Achter 3 deuren zitten de reisbestemmingen van de Moedersreis van dit jaar. En ze mag dit jaar 35 personen meenemen. Dus Chanel, welke deur wil je openen? Ik ga voor deur nummer 3. Oké. Okay. Kom maar naar buiten. Het is Riga. En Chanel, welke deur wil je nu open doen? Ik wil deze deur open doen. Oké. Okay. Het is Vilnius. De laatste deur. Ik ga voor deze deur. Het is Warschau. Of een Thaise massage met happy ending van Lisa Buus. Oh.